Valentijnsdag. Bent u verliefd? Vier je wel Valentijnsdag? Ja, niet echt. Ik doe niet wat bijzonders of zo, maar nee. Ben je wel verliefd? Nee. Heb je ook geen vriendinnetje? Nee. Ah, wat jammer. Ja. Wat doet jullie aan Valentijnsdag? Ja, toevallig wel. Wat doet u dan speciaals? Bij de olijventuin uit eten. Met z'n tweetjes. Dat is leuk. Ja. Doet je dat elke jaar? We doen altijd wel iets. Ik weet niet of we naar de bioscoop een hapje eten of een kleine verrassing. Ligt er ook aan het budget. We maken iets voor elkaar. Mijn man is dichter en maakt vaak hele mooie gedichten voor mij. En ik maak ook wel eens wat of knutsel een mooie kaart in elkaar. Dat hangt een beetje af van het moment. Krijg je wel kaartjes op je school of zo van de andere meisjes? Nee. Nee, maar soms hebben we wel op school dat je rozen kunt sturen naar elkaar. Ja, soms vrienden, maar dat is het. Okay. Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? Ruim 15 jaar. 15 jaar. Derde huwelijk, tweede huwelijk. Oh. Maar heel, heel gelukkig. We hebben flink geoefend. Ja. Hebt u vrouw? Nee, ik heb geen verliefd. Ben je verliefd? Misschien een klein beetje. Heb je al een vriendinnetje? Op dit moment niet. Ga je naar iemand kaartjes sturen of een bloemetje? Nou, misschien dat ik even achter Twitter ga zitten. Maar nee, ik denk het verder niet. Nee. Wil je een gedichtje misschien eentje uit je hoofd vertellen? Nee, ik weet. Niet zo uit je hoofd, hè? Nee, niet uit mijn hoofd, nee. We waren niet voorbereid natuurlijk. Nee, dat snap ik wel, maar ja. Misschien springt eentje. Ja, wat ik kan proberen, dat is een... ken je dat, limericks? Een oude jager uit Hinderloop had stil zijn prooi beslopen. Hij richtte kalm zijn geweer, maar bedacht zich deze keer en liet de jonge hinde lopen. Heel leuk, dankjewel. Ik vraag de kinderen wie hun Valentijn is en of ze al een vriendje hebben. My name is Shani. What's happening today? We gaan knutselen voor Valentijn. Are you in love? No. Do you have a boyfriend? No. Voor wie maak je het dan? Voor moeder. Ik heb het hard gezegd. Misschien heeft ze het gehoord. Wat ben je aan het doen? Leren. Waarom? Gewoon. Het is toch Valentijn morgen? Voor wie maak je dat? Voor mijn moeder. Voor je moeder. Niet voor je vriendje. Ik heb geen vriendje. Waarom heb je geen vriendje? Omdat ik geen vriendje wil. Vind je jezelf nog te jong? Nee, maar ik wil geen vriendje. Waarom niet? Omdat ik dan al het werk moet doen. Al het werk moet doen? Wat voor werk dan? Weet ik veel. Maar in ieder geval wil ik geen vriendje. When she wakes me, she takes me back home.